3 dagen heb ik met de rest meegegeten tijdens de kerstetentjes. 3 dagen. En de gevolgen die ik daarvoor moet dragen, de prijs die ik ervoor moet betalen, is, vind ik eerlijk gezegd best wel heftig. 3 dagen mee eten met de rest en toch wel er anders moeten mee omgaan. En wat ik precies heb gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn en hoe ik daarmee omga, dat vertel ik zo meteen. En eerlijk gezegd, ik heb getwijfeld om dit te doen. Niet omdat ik vind dat mijn verhaal niet interessant genoeg is om met de wereld te delen, maar omdat ik denk dat er heel veel mensen gaan zijn die mijn verhaal, die zich niet gaan kunnen of willen vinden in mijn verhaal. Waarom doe ik het dan toch? Wel omdat ik op weg ben om 100.000 dames, mama's, te helpen aan een leuker, gezonder leven, met meer leven. En als door mijn verhaal 1 persoon geholpen wordt, ja, dan is dit een succes. Dan is het de moeite waard geweest. Want ik ben er namelijk ten stelligste van overtuigd dat er heel veel van die dames met dezelfde uitdagingen kampen. Onbewust, vaak onbewust, dan ik. En als ik ze daarmee kan helpen, ja, waarom niet? Vanuit mijn eigen ervaring en ondertussen ook vanuit de expertise en de deskundigheid die ik heb opgebouwd. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Tanja Hebrecht en ik ben mama, ik ben ondernemer en ik ben coach. Ik ben al meer dan 14 jaar professioneel actief om mensen te helpen om zich fitter, slanker, jonger te voelen. En dat allemaal in harmonie met de natuur. Wat heb ik nu precies gedaan? Wel, eigenlijk, het is niet zo'n big deal. Ik ben opgevoed met de gedachte van, doe maar gewoon zoals iedereen, dat is al gek genoeg. Dus, ergens waarschijnlijk met die gedachte in mijn achterhoofd, heb ik de voorbije week gezegd van, oké, geen speciaaltjes voor mij deze keer, ik doe gewoon mee met de rest. Wat heb ik gedaan? De kroketjes die heb ik achterwege gelaten, want dat lust ik niet. Maar ik heb mij te goed gedaan aan een glaasje cava, aan een paar chipjes uit een zakje, aan een gevuld, gevogeld dingetje, aan een stukje tiramisu, aan een stukje chocoladetaart, aan een stukje marsepein gehuld in chocolade. En dat is eigenlijk basically wat het is geweest. Dus geef toe, zo fout is dat nu ook niet in vergelijking met wat ik sommige andere mensen zie wegwerken aan de feestdis. Maar de prijs die ik er heb moeten voor betalen, ja, na een uur al voelde ik opgeblazen gevoel, die buik begon uit te zetten, krampen, winderigheid, ik kreeg zo wat hoofdpijn, ik voelde mijn sinussen, ik voelde dat hier opzwellen, mijn ogen zwollen een beetje op. Ik voelde plots zo mijn energie naar beneden zakken en ik dacht, oh boy. Ik had nogthans gedacht, mijn lichaam kan er ondertussen mee om. Het zal allemaal nogal meevallen, maar ja, het viel dus tegen. Die symptomen, wat ik net beschreef, die had ik eigenlijk vrijwel na een uur. En die zijn eigenlijk 4 volle dagen vrolijk in mijn lijf blijven wonen. Daarbij ben ik, dus op minder dan een week tijd, 1,4 kilo bijgekomen. En voor iemand met mijn gestalte is dat veel. En het zit rond mijn buik. Het is duidelijk. Ik zie het en ik voel het in mijn jeans. Het is een hatelijk gevoel. En gisteren liep ik de trap op. Stapte ik de trap op. Een trap die ik normaal gezien een paar keer per dag echt op ren. En ik stapte de trap op en ik voelde de verzuring in mijn spieren. Vanmorgen nog, ik waste mijn haar. En ik moest meer haar uit de badkuip kuisen. Ik heb zo, ik weet niet of je het kunt zien, maar hier heb ik zo een bolletje op mijn gewricht. Hier. En hier ook. Hier zo. Vorige week was dat plat. En nu, ja, steken die dingen een beetje meer dan anders de kop op. Ik heb in mijn voetzool van mijn rechtervoet heb ik 2 kisten zitten. Die kisten die zijn nu groter, harder en pijnlijker dan vorige week. Ik beschik lang niet over de energie die ik normaal gezien heb. Van vandaag gaat het alweer wat beter, maar de voorbije dagen was echt zo blah.
Ik was ook prikkelbaarder. Ik voelde dat. Ik was minder stressbestendig. Ik voelde mij ook eerder depri dan happy. Dat zijn allemaal niet zo erge dingen, maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk, wow, de verkeerde voeding kan toch best wel wat doen met je lichaam. En hoe komt het nu dat mijn lichaam daar zo heftig op reageert, op dingen die voor heel wat mensen in mijn omgeving quasi dagelijkse kost zijn? Wel, er zijn een aantal goede redenen voor. Om te beginnen ben ik er doorheen de jaren achtergekomen dat mijn lichaam slecht reageert op gluten, op lactose, zuivelproducten, op suiker, op koffie, op E621, dat is mononatriumglutamaat. Dat is een smaakversterker wat ze bijvoorbeeld in de chips doen en in de bouillon. En op alcohol, dat zijn allemaal dingen waar mijn lichaam echt niet goed op reageert. En nu zullen er heel wat experts, ik weet het, voedingsexperten zijn, die zullen zeggen, ah, al die intoleranties, dat is allemaal, dat zijn modeverschijnselen, dat is een gril. Wel, ik ben het daar samen met een aantal andere voedingsexperts grondig mee oneens. Ik heb gemerkt dat door al die ondingen uit mijn voeding te weren, dat ik alsmaar beterschap voelde op vlak van mijn gezondheid en ook op vlak van mijn gewicht. Als ik datzelfde ga toepassen bij mijn klanten, dan merk ik net hetzelfde. Dus mij maak je echt niet wijs dat voor iedereen geldt dat het een gril of een modeverschijnsel is. Echt niet. Bovendien is het zo dat ik eet niet perfect, maar ik eet door de band genomen wel gezond. En ik doe mijn lichaam 2 tot 4 keer per jaar ook een cleansing cadeau. En het is zo dat hoe zuiverder je lichaam is, hoe heftiger en hoe sneller het reageert op dingen die het niet in zich wil. Bovendien is het zo dat ik uit een stressvollere periode kom, een emotionele, moeilijker, lastiger periode, zeg maar, waardoor mijn weerstand sowieso een flinke dreun heeft gekregen. Dus al die dingen samen maken dat ik, ja, dat ik daar heftig op reageer. Nu, gelukkig weet ik al die symptomen perfect te verklaren en weet ik ook wat ik kan doen om de schade zo snel mogelijk terug te herstellen. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Wel, om kort samen te vatten is het zo dat mijn lichaam heeft moeten omgaan met een overdosis aan toxisch en verzurend materiaal. Toxisch, verzurend materiaal? Ja. Kijk, alles wat ik opsom, gluten, lactose, zuivel, suiker, koffie, bewaarmiddelen, smaakversterkers, al die dingen, dat werkt allemaal ontzettend verzurend voor al onze cellen. Als dat ons lichaam binnenkomt, dan komt dat bij de lever terecht. De lever, dat is onze project manager. En die lever zegt van, allee, ga maar in vet zitten. Ga maar in die vetlaag zitten. En steek er nog wat water bij om die zuren alvast een beetje te verdunnen. Zodanig dat ze niet al te veel gaten gaan maken in het lichaam. Alles wat er onderweg is verloren, dat gaat op zoek naar de zwakke schakels in het lichaam. En dat zijn bij voorrang de gewrichten. Vandaar hè, die knobbeltjes op mijn gewrichten. En dat gaat dan ook de plekjes opzoeken waar er al een uitdaging is. Bijvoorbeeld die kiezen. Dan dwarrelt er ook nog wat rond naar de spieren. En dan gaat het vastzitten in de vorm van melkzuur. En dan ga je sneller krampen krijgen. Ga je die verzuring voelen als je een inspanning doet. Dus dat zijn allemaal tekenen van die overload aan toxisch verzurend materiaal. En het kan zijn dat het lichaam zich daar tegen verzet en dat het een opruimactie gaat inzetten. En dat het op die manier een ontsteking gaat veroorzaken. Een ontsteking is eigenlijk alleen maar, of is niet meer dan een opruimmechanisme van het lichaam. En wat je dan vooral niet moet doen, is dat tegenhouden en terug naar binnen duwen. Maar dat is voor een andere keer. Oké, wat staat mij nu te doen? Om te beginnen moet ik natuurlijk stoppen met al die rommel in mijn lijf te gooien. Dat is al gecoverd. Dat doe ik niet meer. Ik heb het weer eens gevoeld wat het doet, dus no go. En ik moet mij te goed doen aan lekkere, zuiverende, herstellende voeding. Dus laat die groene groente maar aandrukken. En vervolgens moet ik mijn binnenkant eens grondig schoonmaken.
mijn maag-darmkanaal en al de rest. Met punt 1 en 2 ben ik al aardig aan de slag. En puntje nummer 3, daar ga ik volgende week mee aan de slag. Samen met een aantal andere dames die na de feesten ook wel toe zijn aan even een reset, even een opkuis. En een kickstart voor een topfit 2017. Want dat is wat ik mezelf, mijn naasten en ook jou toewens van ganser harte. Ik ga er trouwens rond die cleansing, want het is een heel tof, eenvoudig en gemakkelijk vol te houden programma. Waar je niet moet uithongeren. Daar ga ik een webinar over geven. Dus als je zin hebt en als je interesse hebt, dan mag je dat gratis volgen. Ik zal alvast een linkje plaatsen hier boven de video straks. En ja, waar en wanneer het precies zal zijn, dat laat ik dan nog wel weten. Maar je kan je alvast aanmelden om dat gratis te volgen. Dat is wat ik met jou wilde delen vandaag. Ik hoop dat je er op een of andere manier toch waarde aan hebt gehad. Het is in elk geval een eerlijke confession van mezelf. Daarmee zie je ook dat een expert of een coach het soms ook wel eens lastig heeft. En het gaat er dan maar om hoe je ermee omgaat. Ik wens jou een fantastische overgang naar 2017... amuseer je, have fun en zorg vooral goed voor jezelf. Dan zie ik je graag terug in het volgende nieuwe jaar. Bye bye!